Stefan Goris, een leraar uit Zutendaal, is vijfde geworden op het WK sledehondrennen in Noorwegen. Met een slee over de sneeuw dus, en dat tegen bijna 40 km per uur. U denkt dan misschien, hoe kun je daar hierop trainen? Maar gelukkig is er hier modder en zand. Zijn de honden daarin getraind en ook met resultaat. Aan een snelheid van 36 km per uur racen Stefan Goris en zijn zes honden door de Noorse bergen. Dit is het WK sledehondenrennen. En nee, u ziet hier geen huskies aan het werk. De snelste honden, dat zijn die zonder stamboom. Deze kruising van een husky en een jachthond. De raszuivere honden, de huskies dan zogezegd, die mogen hier zeker aan deelnemen. Maar ja, die kunnen niet meer mee met ons niveau. Waardoor zij nu, ik denk dat het over een paar weken is, het wereldkampioenschap van de raszuiver zal doorgaan. Omdat het toch wel niet meer... Ze kunnen niet meer competeren met hetgeen wat wij eigenlijk echt aan het doen zijn. Tsjechië wint. En Stefan behaalt voor België de vijfde plaats. Niet slecht voor een team dat gewoon bij ons in Limburg traint. Niet met sneeuw, maar met zandgrond. Niet met een slee, maar met een quad. Wij trainen met een quad van 300 kilo. Twee mensen erop, dus daar 500 kilo. Die honden lopen door die plas in Zutendaal. Die quad die gaat tegenhouden. En toch alsnog trekken die dat door uit. Als we dan met een slee van 9 kilo tegen vol snelheid vlammen, dan lijkt het voor die honden van come on door. Stefan hoopt dat sledehondenrennen ooit een Olympische discipline wordt. Dopingcontroles zijn er alleszins al wel, net als kiné voor de honden. Dat is een mooie.